Kuzic moet zich zorgen maken. Maar Twente blijft wel sterker en komt uiteindelijk in de 86e minuut toch op voorsprong. En dan heeft hij toch zijn doelpunt. Aitor, tweede doelpunt van het seizoen voor de man uit Barcelona. En dan is Twente ontzettend dicht bij de overwinning. Komt van achter. Espinoza gespeeld. De tempo er een beetje uit. Kan alsnog via Smith. Espinoza. Eerste poging. Gaat er ook in. Dat de aanval in eerste instantie niet briljant uitgespeeld lijkt. Hier de bal achter Espinoza. Dan krijgt Smith nog een keer terug. Moetel zal het dan eigenlijk wat beter voor elkaar hebben. En is de voorzet die wordt aangeraakt. Dan maar nog op het hoofd van Boeren terechtgekomen. Espinoza kan geven. Zekini met zijn treffer, ja. De invallers doen het vandaag voor Twente en bezorgen Twente zo de drie punten bij Telstar. En zo is Twente die vroeger achterstand goed te boven gekomen. Komt het een verdiende zege bij Telstar. De vrije trap vroeg in de wedstrijd leidt meteen tot de 1-0 voor FC Twente. Het is Peet Bijen, uitgerekend de man die in de basis mag beginnen omdat Nacho geblesseerd is. Die is een voet zet tegen die vrije trap. Knap ingeschoten bal. Dat wel van Aitor. Goed gedaan. Een individuele actie kan veel oplossen. Hier is hij. De aansluiting van Aitor. Op aangeven van Bappo. Prachtig uitgespeeld. Het is in de 29e minuut. Qua stand in ieder geval weer spannend